Onze volgende spreker is auteur van Liefde is een rebelse vogel. Was Midden-Oosten correspondent. En hartelijk welkom voor politicoloog, woordartiest, Munir Samuel. Geweldig dit. Ik heb nooit geweten dat het humanistisch verbond eigenlijk een mannelijk verbond was. Afgezien van onze geliefde presentatrice hebben we helemaal geen vrouw hier op het podium. Ik ben er ook geen, het spijt me allen. Ja, beeld doen. Afgelopen week kreeg ik een Facebookbericht, zo'n direct message, van een andere Marco, die ik mij helaas zelf niet kon herinneren. Maar schijnbaar hebben we samen op de basisschool gezeten. In dezelfde klas. Aan dezelfde tafel. U ziet, ik was toen ook al meer geïnteresseerd in de vrouwelijke leden van mijn klaslokaal. En Marco vertelde mij dat hij nu in Zuid-Amerika zat om zichzelf te ontplooien en te ontdekken al. Maar dat hij via YouTube bij iets van mij terechtkwam en zich realiseerde dat ik eigenlijk jaren geleden al mijn coming-out had beleefd. Namelijk bij een spreekbeurt in groep 6. Die eindigde ik met de woorden, citaat, ik ben eigenlijk een jongen. Het is de enige spreekbeurt waar ik ooit een onvoldoende voor heb gekregen. En dit is, waarom ik het mijzelf niet kon herinneren, was niet alleen dat dit heel pijnlijk was. Toen ik eenmaal over na ging denken, kon ik het natuurlijk wel weer helemaal voor de geest halen. Maar het komt ook omdat ik mijn hele onderwijsverleden, afgezien van de maanden die ik in San Diego heb doorgebracht aan de UC San Diego, allemaal heb gewist. Allemaal. Het was de ergste, moeilijkste, pijnlijkste, langsdurende, slependste periode van mijn leven. Nog wat anekdotes uit dat geweldige onderwijsverleden. In groep 6-7 vroeg ik mijn leraar of ik eigenlijk naar het VWO zou kunnen in zijn gedachten. En dat vroeg ik aan mijn meester, omdat ik de eerste kind was van beide families die eventueel heel misschien naar het hoger onderwijs of de universiteit zou gaan. En u begrijpt dat de druk op mij dus ook vanuit de hele familie enorm hoog was. Mijn rapport werd letterlijk door iedere oom en tante ook in het buitenland bekeken. En de meester zei dat hij dacht dat ik wel een gevalletje VMBO zou zijn. Mijn CITO-toets, dames en heren, was 550. Dat is, voor degene die het niet weet, de hoogste score die je kan halen. En dit is niet een uniek verhaal. Ik kan u vertellen dat al mijn vrienden van een niet-westerse afkomst, ergo enigszins kleurtje, mij eenzelfde anekdote kunnen vertellen. Nu bleek dat ik toch wel enigszins slim was. Ik had de boeken vrij snel uitgelezen. Zeg maar in de eerste week waren alle geschiedenisboeken en aardrijkskundeboeken van alle jaren uit. Dus wat was de oplossing? Ik kreeg een woordenboek Italiaans in mijn handen gedrukt. Zonder cd, dus zonder uitspraak. En die ben ik gewoon uit mijn hoofd gaan leren. Puere petere per favore. Ik heb eindeloos moeten corrigeren natuurlijk daarna, want mijn accent was waardeloos. Een woordenboek fonetisch voorlezen, maar goed hè. Mi chiamo signor Tosi. Ik zal het nooit vergeten. Dat was onderwijs. Dan middelbare school. Alles aan mij afwijkend. Alles aan mij anders. Kon niet binnen de lijntjes functioneren, binnen de lijntjes kleuren. Weet dat uiteindelijk mijn creatieve docent zei van kunst en cultuur en whatever daar allemaal voor door moest gaan in dat ene CKV-vak wat je dan heel moeizaam een paar uurtjes per week krijgt of niet. Dat ik dan niet dat stilleven passepartout, of weet ik weer, zo'n geodriehoek hoefde te maken. Maar dat ik zelf mocht gaan schilderen en zo werd de expressionist in mij geboren. De rest heeft nog steeds allemaal die lelijke tekening van de geodriehoek, of niet. Dat is denk ik nu achtergrondbehang van de plastic papierbak. En dan de universiteit. Je bent zo'n goede meid als je nou toch gewoon je God achter je zou laten. Als jij je geloof op zou geven, zou er een academische carrière voor jou in het verschiet liggen. Maar ja, als christen kom je natuurlijk niet ver. En dus, wat werd mij eigenlijk verteld? Je bent niet wie je bent dat je bent. Je mag niet geloven wat je gelooft. Je mag geen kunstzinnige richting op gaan. Geen afwijkend onderdeel zijn. Want dan ben je geen onderdeel meer van het systeem dat wij zo compactig proberen te vormen en vooral vol te houden.
Ik weet niet hoe u woensdag wakker werd. Ik werd wakker, zeg maar, in een nachtmerrie. Normaal heb je die 's nachts, maar bij mij begon die in de ochtend bij het aanzetten van het journaal en het horen van de verkiezingsuitslag. En ik denk dat nu het moment is gekomen van absolute urgentie. Wij kunnen ons letterlijk geen dag meer permitteren dat wij onze generaties nog verder laten vallen in dat gat dat door u, dames en heren, iedereen die boven de 20 is, gegraven is. Ja, u lacht, maar eigenlijk staat mij het huilen nader dan het lachen. Maar ik zal proberen mee te doen. Ik zal u vertellen waarom. We leven in een politieke, economische, milieucrisis en een sociale crisis. En ik zou daar als gelovige nog een geestelijke crisis willen aan toevoegen. Want ik vind dat Nederland echt aan een diepe geestelijke armoede leidt. Maar goed, dat wilt u als minister niet horen. Dus laten we bij de eerste vier crisissen houden dan. En wat doen wij? Wij leiden onze kinderen op om de BV vooral draaiende te houden. iPad als grootste vernieuwing. Maar ik wil geen Apple onderwijs. De menselijke val begon immers ook met een appel in het paradijs. Ik wil droomonderwijs waarin we kinderen naar een hoger niveau laten tillen, waarin we hun met zichzelf en elkaar in verbinding laten staan en hun dromen in hun hart nalaten gaan. Ik wil dat ze durven kijken voorbij de menselijke grens. En niet dat we ze tot tandjes vormen van raderen van een totaal verrotte, verroeste machinerie. Want het onderwijs tegenwoordig is vraaggestuurd. Het gaat erom, wat hebben wij als BV Nederland hier aan? En daarin moet techniek voortdurend voorgaan. Geen filosofie, maar biochemie zonder ethische vragen. Dus creëren wij monsters van de toekomst zonder dat wij ons ooit laten dagen dat wij ons eigen menselijke graf graven. En ik zou dus willen zeggen, ik heb een blackout, wauw, dat heb ik nog nooit gehad. Dat komt toch door uw alle aanwezigheid, het spijt me. Ik heb een droom, zo sprak Dr. King op zijn lippen, stierf zijn befaamde zin, nu nog slechts een herinnering. Men schoot hem zo de dood in. In deze wereld hebben dromen een kort leven. Utopische illusie is de naam die we aan hen geven. Vraag ons niet waar de helden zijn gebleven. Leiderschap leer je door voor te leven. Oh, laat niet nog een generatie vergaan, dat de dromers niet op durft te staan. Kinderen, leer toch de taal verstaan van hen die ons roemrijk zijn voorgegaan. Dromen zijn als zuurstof voor de geest. Zonder hen reutelt moeder aarde verweest. Niets dat haar nog van haar bronchitis geneest. Dan de dromer die onbevreesd spreekt. Droom dan toch, droom dan toch, droom. Allah. Achter me gelaten had toen ik eindelijk die opvoeding die slechts een beknelling was had weggegooid, toen ik al die ruis uit het verleden gewoon niet wat het was, white noise, gedoemd tot het graf, toen ik eindelijk durfde te zeggen dit is wie ik ben en in mij ademt een stem die groter is dan dit hier en nu en heden. Die voorbij kan kijken dan de pijn en beknelling van het verleden. Toen ik kon zeggen ik ben geen man, geen vrouw, maar iets ertussenin. Ja, daar heeft de samenleving dus geen zin in. Toen ik eindelijk kon zeggen, het maakt niet uit dat u het niet begrijpt. Het gaat om de vragen en dat u zelf in de ogen kijkt en dat u durft te zien. Dat u meer in uw mars heeft dan dat men u ooit wou laten lopen. Omdat dan de hele samenleving bedrogen. Toen ik besefte dat kleur slechts perceptie is en dat alles wat wij maken maar tijdelijk is, toen ik durfde te kijken naar voorbij de menselijke grens, zag ik dat ik eigenlijk niet zo anders ben. Als je zo'n minderheid bent binnen alle minderheden, ontstijg je uiteindelijk al die vakjes en kaders, al die rasters en al die grafieken waar ik gewoon niet in wil passen, omdat ze nergens toe leiden.
Laat mij maar vrij. Laat mij maar u bevrijden. Laat mij u zien dat als ik het kan, u dan naast mij kan staan. Dat ik slechts anders ben bij gratie van u anders zijn. En dat wij samen naar iets hogers kunnen streven. Voorbij deze beperking van dit mensenleven. Dat wij piramides kunnen bouwen die voor duizenden jaren staan. Niet ter ere glorie van één farao, oh, maar voor een hele samenleving vooruit kunnen gaan. En dat de tijd vraagt om de juiste woorden, om leiderschap. En dat is wat er vroeger met onderwijs werd geboren. Jezus leerde ook timmeren van zijn vader. Maar zijn woorden waren voor de eeuwigheid. En dus, wat doen wij in het onderwijs? Het is allemaal lang verloren spijt. Het eerste wat we doen is die boeken weggooien aan het eind van het schooljaar. En daarin heust een enorm gevaar, want we hebben kennis nodig, maar vooral leiderschap. Niet het bestuderen van fenomenen, maar het worden van fenomenen. En dat is wat ik wil meegeven vandaag. En dat is wat ik van u vraag. U telt en u moet staan voor dat, zodat wij samen kunnen gaan. Vooruit. Dank u wel.